We zijn hier op het meetveld van de Meteo. We noemen dat ook wel het waarneemterrein. Hier worden dus met name de temperatuur en de wind gemeten voor de waarnemingen, voor het actuele weer. We staan hier naast een windmast, 10 meter hoge windmast. Je ziet aan de linkerkant zie je een windmolentje, dat is de windsnelheidsmeter. En rechts is de windvaan, die meet de windrichting. Verder zie je hier een infraroodcamera hangen, die meet de dikte van de sneeuw die op die tegel is gevallen. Mijn functie heet meteorologisch adviseur Schiphol en dat is ook wat het inhoudt. Ik geef adviezen op meteorologisch gebied en dat doe ik aan eigenlijk de hele luchtvaartgemeenschap op Schiphol. Mijn hoofdafnemer is hier de luchtverkeersleiding, maar direct daarna heb je de luchthaven Schiphol zelf, maar ook de luchtvaartmaatschappijen en KLM is daarin verreweg de grootste, dus dat is ook degene met wie we zeer regelmatig contact hebben, zeker in deze dagen van winterweer. Dit is van belang, de 10 centimeter temperatuur. Aan de hand daarvan kunnen ze zien of de banen glad zijn of niet, of dat ze er rekening mee moeten houden dat er gladheid op gaat treden. Het contact met de weerwaarnemer heb ik voornamelijk om uit te wisselen wat hij of zij ziet van het actuele weer. Wat het weer nu op Schiphol is en wat hij in de naaste omgeving ziet, wat er zeer binnenkort aan zit te komen. Ik zie daar overigens nu ik weer binnen ben, zie ik daar wat kleine wolkjes aan de hemel verschijnen. Ik heb nu mijn waarneming gemaakt en alle gegevens ingevoerd, maar daar moet er nog een verwachting voor de komende 2 uur mee. En dan ga ik de MAS voorbellen, dat is de meteorologisch adviseur die op Schiphol Oost zit. En die wil ik graag even horen wat u de komende 2 uur verwacht. Met Kees, goedemiddag. Kees, met Joost. Ik heb momenteel wat bewolking op 4000 voet zitten. Ja, handhaaf deze trend nog maar, dan daar kunnen we nog wel even mee vooruit. Ja, ik hoor je als het zodra het zover is. Oké, dankjewel. Ja. Ja, dus dat was de waarnemer die mij meldt dat die sneeuwbui, dat hij hem ziet. Net ten noorden van het veld nog. En hij verwacht binnen 10 minuten terug te bellen dat hij op het veld zit en dat hij de waarneming daarop aan moet passen. En we zullen zo meteen op dit scherm zien dat hier aan de onderzijde dat daar even wat vakjes rood worden. Dat is een attentie sign voor de verkeersleiders dat er een nieuw bericht gekomen is.